Zo gezellig hier. Oh, dit is echt de ideale plek om terug te blikken op het afgelopen jaar. Ik was eigenlijk net aan het denken. Gelukkig dat er geen slot op ons dagboek zit, want ik zou dat sleuteltje al lang kwijt zijn. Daar hebben we dan ook goed over nagedacht, want anders hadden we nu niet kunnen lezen. Mm. Oh, ik vind het wel gezellig om zo al die herinneringen weer boven te halen in die lekkere warme truien. Maar ja, de zomer was ook wel heel leuk. Ja. En druk. En chaotisch. Was heel erg leuk! Was leuk! Oké, nu omkleden en wegwezen. Ja. We hebben 5 minuutjes voordat we vertrekken naar de helikopter. Oké. We hebben net een optreden gehad. En we moeten nu ons haasten, want we moeten de helikopter pakken naar Plopsaland. Het is wel lang geleden dat we nog zo rap moesten zijn, hè? Ja. Ja. Ik krijg er stress van. Oh. Ons leven is gewoon druk. Ja. Ja, op dit moment is het wel heftig. Ja. Oh, is het hier? Oh, is het hier? Ik durf niet tussen die koeien lopen, hè? Dan. Ja, dat is zo wat James Bond. Ja. Wij gaan vliegen naar het Plopsaland. Hey! Ready for takeoff! Dan blijf ik wel gek vinden dat wij gewoon met een helikopter vliegen soms. Ja. Dat het af en toe nodig is. Ja. Dat we dus echt een helikopter nodig hebben om van punt A naar punt B te gaan. Ja. Omdat we met de auto te weinig tijd zouden hebben. Ja, anders zouden we in de file staan. Ja. Ja. En dan zouden we gewoon te laat zijn voor ons optreden. Maar dit een hele zomer lang en continu van hier naar daar, naar daar, naar daar. En dan The Voice en dan de rollendisco. Oh, het was wel echt een druk jaar. Hè? Ja. Ik denk dat we overal geweest zijn. Ja. Al heel lang. En we moesten om 5 uur bij de radio zijn. Het is nu 5:30. En om 6 uur stopt het programma. Blijven redden. Ben je bij mij ook een beetje erin spuiten? Een hele leuke zomer gehad, hè? Dat besef ik nu door dat te zien. Op heel veel plaatsen en zo. Hè? Met heel veel wespen. Het was wel een hele warme dag. Maar de allerwarmste dag, die vergeet ik niet snel meer. Mm-hmm. 27 juli, de warmste dag van het jaar. Ja. Ja. En toen hebben wij de clip Luca Luna opgenomen. Ja. Ik ben verliefd op Luca Luna. We zijn vandaag Luca Luna, de videoclip, aan het opnemen. En we hebben dus vanmorgen opgenomen in zo'n strandje in Antwerpen. Zo een poppen. Het was heel gezellig. En buiten, in het zand en zo. Ik ben verliefd op Luca Luna. We dansen op het strand en stoeien in het zand. Ik ben verliefd op Luca Luna. Hij glimt en hij straalt. Verleidt ons allemaal. Het was wel heel leuk om zo'n mini K3 te hebben. Hè? Zo'n mini-versie van onszelf. Ik vond dat wel heel schattig. Yeah. Dat ze echt zo'n meisjes zijn gaan zoeken die op ons leken. Om dan zo mini-me te spelen. Het was een leuk beeld gewoon. Dat echt het verhaal van de clip werd ook uitgebeeld in wij als kleintjes. En dan... En Luca Luna. Ja.
Deze zomer hebben wij ook onze vierde CD K3 Rollerdisc opgenomen. En wij zingen die altijd in bij Miguel Wiels thuis. En ik blijf dat toch gek vinden dat ik weet waar dat hij woont of zo. Terwijl hiervoor was het echt zo'n tv-mens. Ja, dacht eigenlijk. Ik, oh my god, Miguel Wiels. Ja. En nu dat zo, la la la, ja. Hey Miguel. Echt zo wel onze tweede thuis. Ja, ja echt. Goedemorgen. Hey. Hallo. En zin in? Ja. Heb je jullie een beetje kunnen voorbereiden? Ja, een beetje. Kort, een beetje. We hadden dit weekend stuurde je ons een mailtje. Ja, en goed voorbereiden, hoe kunnen we beginnen? Maar we hadden 6 optreden, zijn wij... Ja. Oké, okay, we gaan tussendoor. Maar gisteren in de auto hebben we alles opgezet en samen gezongen. Ja. Alright. Iedereen, je bier, het wordt zo. Tof, hè? Mama, mama, kijk eens naar mij. En ra, 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 ben zo blij. Ik la, 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 er wel zijn. Als ik zing en dans bij K3, la, la, la. Als ik zing en dans bij K3. Als ik zing en dans bij K3. Als ik zing en dans bij K3. Dat is hem. Ik zei het vroeger wel hoor, voor de spiegel zo met de microfoon. Ik ben beroemd. Ik word beroemd. Mama, ik wil beroemd worden. Hebben jullie dat nooit? Jawel, tuurlijk, jawel. Ik niet. Nee. Jij niet? Maar jij wou toch beroemd worden, of niet? Nee, ik wou zangeres worden, maar niet beroemd. Ik wou altijd zingen, maar ik heb nooit gezegd... Maar niet een beroemde zangeres. Nee. Ah ja, ik heb wel. Ik wou beroemd staan en dansen. We gaan naar de volgende. Het is een wondermooie wereld en we dansen in het rond. Duizend coole jongens glijden voorbij. Hier kun je niet rappen? Zo, Wild Wild West. Dan weet je wat ik voel in de roller disco? Kom, doe met me mee. Nee, 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 nee. Oh, zo grappig om dat te zien ontstaan. Ja, en vooral, alles wat je eigenlijk hier hoort, is niet meer wat er nu op de cd staat. Nee. Zoals die rap, wat jij nu zegt. Ook superleuk dat dat er echt in is gekomen daarna. Ja, maar dat is ook wel het leuke en dat zie je iedereen. Dat als je in de studio staat, dan ontstaan er gewoon echt nog superveel dingen. Mm-hmm. En inderdaad, soms zeggen wij ook van, ik vind dat een moeilijk woord om uit te spreken. En dan is het zo, oké, dan zingen we het zo. Ja. Dus vandaar dat die nummers inderdaad heel hard veranderen. Ja. Ja. Oh ja, 15 september, toen kwam The Voice Kids voor het eerst op televisie. Ja. Oh, en toen was er ook heel veel pers aanwezig, hè? Heel veel interviews gedaan. Toch een croissantje nog. Ja, ik vond dat wel ergens heel gek dat wij in een wedstrijd nu kandidaten gingen moeten beoordelen. Maar wij zeggen ook altijd, op die 3 jaar hebben wij zoveel gedaan dat wij, denk ik, tegenover andere beginnende artiesten al veel meer ervaring hebben opgedaan op alle vlakken. Met dames van K3. Ja. Zijn jullie klaar? Yes. Nee. Bonjour tout le monde. Natuurlijk ben ik Frans. Ik meen het als ik zeg dat de komst van Gers en van K3 dat die echt wel gezorgd heeft voor nog veel meer sfeer. Heel leuke dynamiek ook tussen ons als coaches. Ik vond dat vanaf de eerste opnames van The Blinds. Now it's like we don't care. Ja! Allee! Instead we're calling out for the world. Don't know where we went wrong. Oh, ze is een kletsgeur omhoog. But it's so... Oh, schattig toch. Rustig aan. Gaan we dat gewoon opnieuw doen? Ja. Rustig, als je klaar bent. Een prachtige stem. Sowieso. Ga genieten. Het enige wat jij moet doen is genieten, oké? Okay? Ga je dat beloven? Ik ben heel hard onder een indruk van K3 en hoe ze het aangepakt hebben als coaches. Het is meteen ook een voordeel dat ze eigenlijk met drieën zijn. En elk hun eigen ideeën kunnen samenleggen. En de som van de delen wordt dan nog groter. Echt een paar keer zo van, damn, en wij allemaal, ook Gers, Laura. Ze hebben dat heel straf gedaan. Ik ben geïnspireerd geraakt door wat zij gedaan hebben. Ja. When did it get so heavy? Ja. Kan ik het met, ja, Mooi, hè, wat Sian zei. Ja.
Ik kijk ook wel op naar die andere coachen. Ja, ook zo Sean dat dat al het vierde of vijfde jaar doet nu of zo. En dan Laura haar tweede jaar, maar dat lijkt alsof dat die er al jaren zit. En Gers, ja, die ging met alle kandidaten lopen. Die is er ook voor geboren, dus ik vind het een leuk team. Dat was een mooie ervaring. Ja,